Fitbox is weer binnengekomen. Dus ik ga hem lekker unboxen met jullie. Ik maak hem alvast even open. Ik ben een beetje buiten adem. Excuses. Als je niet weet wat Fitbox is, ik maak hem ondertussen even open. Dan vertel ik dat. Heb ik in het vorige filmpje ook verteld. Maar mocht je nieuw zijn, je weet het niet. Fitbox is zoals eigenlijk iedere andere box. Een goodiebox die je maandelijks kunt ontvangen. Voor Fitbox betaal je €12,50 in de maand. En ja, dan krijg je gewoon zo'n doosje. Pas door de brievenbus. Is lichtelijk soms een nadeel. Maar vaak ook wel gewoon een voordeel. Want hij kan dus gewoon met de post komen. Dus ook op zaterdag. Want ik film dit op zaterdag. Zo ziet de box van deze keer eruit. Super schattig. Met een... Blijf open. Met een visje die zegt Blub, enjoy your box. Hoe schattig is dat? Op de achterkant de producten. Ik zie hele grote dingen. Ik leg even de producten hier naast me neer. En ik pak gewoon het eerste wat ik zie. Ik zie iets echt ontzettend groots. Een shampoo en een haarmasker. Van Siaya. Even kijken. Cacaoboter. Dit is de shampoo, dit is het. Ik ga gewoon even lezen wat er staat, want anders weet ik het niet. Waar ben je? Nee, hij staat er niet bij. Dan is dit dus iets extra's. Leuk? Ook leuk. Ja, heel erg fijn. Dus gewoon een shampoo en een maskertje. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat jullie het een beetje fatsoenlijk kunnen zien. Volgens mij wel. Kan ik even snel lezen wat er... Wat de bedoeling is. Nou ja, het zal wel gewoon een shampootje en gewoon een haarmasker wezen. Ik ga kijken hoe, of ze goed bevallen. En dan maak ik er een artikeltje over. Dan zie ik van Etrebel. En van Etrebel hebben we vaker wat gehad. Dit is een Diamond Lip Gloss. Deze. En daar kon ik wel wat over lezen. Waarom stik ik altijd bijna in mijn filmpjes? Oké. Deze sprankelende lipgloss van Etrebel is een echte blikvanger. De lipgloss is verrijkt met exclusieve parelpigmenten. Ik hoop dan niet dat die echt zo shiny metallic effect heeft. Maar oké. In combinatie met de zeer glanzende formule krijg je een geweldig effect. Je lippen sprankelen, worden verzorgd en lijken op een zee van diamanten. Oké. Ga even los. Toe. Oké. Ik ga eens even kijken. Oké. Zo ziet hij eruit. Ik hou hem verkeerd. Zoals gewoonlijk. Zo ziet hij eruit. Het is een beetje een, een wit glossje. Of een beetje een transparant glossje. Met allemaal, glitters erin. Ik heb hem in de kleur 01 en dit glossje kost €17,95. Moet wel zeggen, het zou me dan echt een beetje moeten amazen voor die prijs. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Sowieso van alle producten die je hier terugvindt, zal ik een artikeltje schrijven. Wat hebben we dan? Mimimi. Dit is een cheek en lip tint. Komt in een super schattig doosje. Wat kan ik hierover zeggen? Deze heel liefogende blikjes. Want het zijn blikjes. Er zit plastic omheen. Oh god. Bevatten twee topproducten. Ideaal voor het bijwerken van je look gedurende de dag. En hij neemt zeer weinig ruimte in je tas. Ja, dat klopt. De kleuren in het blikje zijn te mengen, maar ook apart te gebruiken. Een beetje kleur op de wangen en of op de lippen is dan ook zo gebeurd. Naast het geven van wat kleur verzorgen ze ook nog eens de lippen en de huid omdat er jojoba-olie in zit. Ik ga proberen om snel open te maken. Ik heb Pink Rouge. Pink Rouge. Waarom doen ze dit? Ik ga er een beetje snel doorheen zodat het geen video wordt van 25 uur. Maar de opening, hij heeft er niet zo heel veel zin in. Dan pakken we even het mesje erbij. Ja. En ook omdat mijn camera bijna leeg is. Want ja, ach. Oh. Oh, wauw. Oké, bam. Oh, hij ruikt. Dit ruikt zo lekker. Oh, heerlijk. Hij ruikt een beetje naar, ja, ja.
Nou, kokosachtig vind ik het. Ik ga hem nog niet swatchen, want hier komt een artikeltje over. Ik ben heel benieuwd. Als dit werkt, is dit echt een heel goed product. Want gewoon dit en dan kan het twee verschillende kleuren roze voor op de lippen en op de wangen. Hij kost trouwens €7,95. Zie ik een Nail Girls. Oh, 3-in-1 beige, topcoat en een nieuw nagelverhardener. Hield ik hem nou echt hier helemaal? Een nagelverhardener. Hoe ideaal is dat? Ik ben dan echt zo'n type van, oké, ik wil geen 3-4 potjes nagellak gebruiken voor mijn manicure, want hoezo? Maar dan hebben we dit. Even kijken. Een merk uit Engeland. Leuk. Deze geweldige 3-in-1 blanke nagellak is van alle markten thuis. Het verzorgt en maakt je nagels sterker. Het is een perfecte basecoat waardoor de kleuren van de gewone lak niet in je nagels zullen trekken. En het is ook nog eens een super glimmende, snel drogende... Yes! Topcoat! Deze lak is een primeur voor jullie en zal pas in september aangekondigd worden op de London Fashion Week. Hoe leuk is dat? We hebben gewoon een primeur. Oh my god, een primeur. Ja, het is verder gewoon een lak. Ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Heeft een duidelijke nagellakgeur. Zoals trouwens staan dat die vrij is van allemaal enge substanties. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Hier komt sowieso, dat had ik al gezegd, komt overal wel een artikeltje over. Maar dit echt wel samen met dit... Toch wel één van de twee van de producten waarvan ik echt denk van... Oké. Dan. Nog iets van Etrabel. En dit is een oogpotlood. Dit heerlijke zachte oogpotlood van Etrabel is te gebruiken als eyeliner en oogpotlood. Zijn spannende kleur. Ik vind hem niet heel spannend. Met alle respect naar Fitbox hoor. Maar ik vind hem niet heel spannend. Misschien hebben jullie een andere kleur. Wie weet. Ik wil trouwens even van jullie weten. Wie van jullie is er allemaal geabonneerd op Fitbox? Want daar ben ik nog niet helemaal uit. In ieder geval, het is een oogpotlood. Ook voor de gevoelige ogen en noem maar op. En dat is dan wel heel erg fijn. Ik heb hem in kleur 15. En dat lijkt mij gewoon een hele fatsoenlijke bruine kleur. Met een beetje een shimmertje. En deze is €5,95. Dan het laatste. En dat is het hele grote. Dermasuri Deep Exfoliation Mitt. Aha. Het is in ieder geval wat ik heb gelezen. Het is een scrub handschoen. Deze scrub handschoen is het pareltje onder de scrub. Scrub. Onder de scrub. Onder de scrub handschoenen. Dus het is een beetje de Rolls-Royce onder de scrub handschoen ofzo. De Dermasuri. Wat een stomme naam. Zorg door zijn samenstelling voor een prachtige, glanzende, gezonde en soepele huid. Door de unieke samenstelling van deze handschoen verwijdert hij dode huidcellen en onzuiverheden en zorgt hij voor de gerevitaliseerde huid. Oké. Heel erg benieuwd. Ik heb echt problemen met verpakkingen. Oké, ik heb haar. Oké. Grappig. We gaan dit proberen. Wat ik me dan afvraag is, leuk trouwens met het mintgroen, of het dan ook voor het gezicht is. Ja, dat denk ik dan wel, hè. Maar is het dan, goed. Ik ga hem uitproberen. Hij ruikt naar nieuw. Ja, oké, helemaal goed. Alsnog een filmpje van bijna 10 minuten. Mijn hemel. Hoe doe ik het? Ik hoop dat je het leuk vond. Dit waren de producten. Wat heeft het een beetje voor waarde? En ik probeer nu in dit moment even goed te rekenen. Want vorige keer ging het fout. Even kijken hoor. 18 en 6, 24. 24, 24. Even kijken hoor. Ongeveer €60. Dit. Onderaan staat trouwens nog een voordeelabonnement. Fitbox heeft namelijk een nieuwe site. En je kunt extra voordeel behalen door het abonnement af te sluiten. En dan kun je kiezen voor 3, 6 of 12 maanden. En als je betaalt
Of als je kiest voor een jaarabonnement, dan betaal je zeg maar 11 maanden in plaats van 12. Dus dat is altijd fijn. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat me dus even weten of je geabonneerd bent op Fitbox. En als je nog niet geabonneerd bent, waarom niet? Dat wil ik ook wel weten. En ik zou het heel erg leuk vinden als je zou willen abonneren. Gaat heel goed met de abonnees. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!